In deze video kijken we naar de TW Steel CS16, een 50 mm groot herenhorloge uit de TW Steel collectie. De CS16, het is een model wat nog niet zo heel lang bestaat op de markt. Het is de opvolger van de populaire Canteen-stijl horloges. Ja, dit horloge is natuurlijk gewoon een Canteen-model zoals we het altijd al kenden, maar met toch een iets andere uitstraling. Laten we eerst eens even kijken. De CS16, het is een automatisch horloge. Het beschikt over een Miyota 8215 uurwerk. Uurwerk dat veel wordt gebruikt in horloges van deze prijskategorie. Ja, je kan het herkennen, dat automatische uurwerk aan de seconde wijze die eigenlijk heel smooth rondloopt. Wat zien we verder aan de wijzerplaat? Hij heeft een mooie beige kleur. Op de wijzerplaat staat hier ook onder automatic. De wijzers zijn, en de uurmarkeringen zijn goed duidelijk zichtbaar. Je kan dus makkelijk de tijd aflezen. Hier aan de zijkant zien we de kroon met de kroonkap waaruit TW is gestanst. Zoals we ook van TW Steel zijn gewend. Opvallend is de lunette, die is gehamerd. Dan kijken we eens verder naar het bandje. Het heeft een mooie lichtbruine kleur. Het is een stevige band met een opvallende aanhechting aan het horloge, wat het een mooie stoere uitstraling geeft. Nou, hier in de gesp komt ook dat gehamerde nog even terug. Het logo staat erin. Kijken we aan de andere kant van het bandje. Wat ook opvalt zijn de stiksels die goed passen bij de beige wijzerplaat. En het logo van TW Steel is in de achterkant van het leer gedrukt. Nou, wat het mooie aan automatische horloges is vaak dat je achterin via een glas het uurwerk kunt zien bewegen. Je ziet hier de rotor die beweegt. Die kunnen we ronddraaien. Nou, op deze manier laat het horloge zichzelf dus op. Even ietsje verder. Dan zien we hier dat er continu wordt bewogen erin. Daarmee worden dus de secondes geteld. Wanneer je dit horloge draagt om je pols, bij je gewone werkzaamheden of iets dergelijks, dan laat het uurwerk zich uit zichzelf op. Is het volledig opgeladen, dan kun je het rustig 36 uur op je nachtkastje liggen, zonder dat het beweegt en hij loopt nog steeds. Wat valt er verder nog te zeggen over de achterzijde? Water resistant 10 ATM. Dat houdt in dat je ermee kunt zwemmen. Je kan ermee snorkelen. Je kunt ermee onder de douche. Geen enkel probleem. Maar ga er niet mee duiken. Automatic. Het is de CS16 zoals we eerder al zeiden. En het horloge all stainless steel. Dus hij is van roestvrij staal. Wat je niet direct kan zien, maar wat ik wel over kan vertellen, is over het glas. Het glas is van mineraal, gehard mineraal, wat op veel horloges zit en wat van zichzelf al erg sterk is. Daarentegen heeft dit horloge dus ook nog, het glas heeft een saffier coating. En saffier wordt wel gezien als het sterkste horlogeglas in de wereld. Nou, die coating die zorgt ervoor dat de kans op krassen op je glas echt heel klein is. Bij normaal gebruik zal het niet snel voorkomen. Ben je geïnteresseerd in dit horloge? Ben je geïnteresseerd in de TW Steel CS16? Ga dan nu naar www.watchxl.nl en bekijk hem daar en zie daar alle gegevens over dit horloge.